Ja, de transferstress bij de meeste voetbalclubs is weer afgelopen. Tot middernacht konden clubs nog spelers kopen of verkopen. En de klapper van deze zomer komt op naam van Real Madrid. Hè. Die nam Gareth Bale uit Wales voor 100 miljoen euro over van Tottenham Hotspur. Op de redactie staat sportverslaggever Paul Post. Ja, Paul, zijn er gisteravond in Brabant nog gekke dingen gebeurd? Nee, het was gisteravond oorverdovend stil, die laatste uren van de transferperiode. De meeste aandacht ging natuurlijk uit naar PSV, naar Ola Toivonen. Zou PSV er nog in slagen om de Zweed, waarvan zijn contract dit seizoen afloopt, nog voor een aardig bedrag te verkopen? Nou, dat is niet gelukt. Eerder konden ze hem verkopen aan Norwich City voor 5 miljoen. Maar nee, Ola Toivonen blijft ook gewoon de komende maanden bij PSV. Ja, maar goed, PSV heeft altijd gezegd, als hij blijft, dan wordt hij teruggezet naar jong PSV. Gaat dat ook gebeuren? Nou, ik geloof niet dat PSV dat dreigement gaat waarmaken. Dat zou toch een soort kapitaalvernietiging zijn. Ze kunnen Ola Toivonen in de huidige selectie goed gebruiken. PSV heeft zich goed geroerd in deze transferperiode. Heeft vele miljoenen verdiend, meer dan 40 miljoen. Dus ik denk dat ze dit verlies voor rekening nemen. En met Toivonen toch tot een constructie komen dat hij de komende maanden toch gewoon voor het eerste van PSV kan spelen. Toch nog zijn minuten pakt. Een andere speler die in de etalage stond, Manolev, is ook gebleven. Ja, die mocht transfervrij weg, maar daar was geen belangstelling voor. Dat betekent dat we ook Manolev nog gaan terugzien. Gaat hij ook zijn minuten pakken, hoor? Ja, dat denk ik eerlijk gezegd wel, want zijn concurrenten voor de rechtsbackpositie, Arias en Brenet, ja, zijn ook niet de meest stabiele spelers bij PSV. Dus Manolev niet vertrokken en die gaat dus zijn kans grijpen of bij jong PSV of in het eerste van PSV. Ja, nou, bij PSV is dus op het laatste moment eigenlijk niks meer gebeurd. Hè? Nou hebben we natuurlijk meer voetbalclubs in Brabant. Is daar nog iets gebeurd? Nou, daar bleef het ook opmerkelijk rustig. NAC heeft nog geprobeerd Alex Schalk te verhuren en daarvoor een andere spits terug te halen. Nou, dat is op de valrijp allemaal niet gelukt. De enige club die er wel in is geslaagd om nog wat spelers te halen is FC Os. Die hebben Jochem Jansen en Marco Maletic van Stuttgart op huurbasis naar Os gehaald. Ja, voor de rest was het heel erg rustig. En is die transferperiode in Brabant als een nachtkaars uitgegaan. Oké, nou kunnen we eindelijk in ieder geval echt aan het voetbalseizoen beginnen. Ja, tot december. En dan gaat het hele feest weer opnieuw beginnen. Paul Post, dankjewel.